Welkom. Mij is vandaag gevraagd om wat te vertellen vanuit de praktijk, hoe wij met databeheervraagstukken omgaan. Een aantal hebben misschien de FME-cursus al gemaakt en toen ik in mijn voorgesprek aan het praten was, ik zei ik wil wel wat nieuws vertellen. Dus een aantal dingen zal je misschien wel terugzien, maar ik ga steeds verder welke stappen we nog doorgelopen zijn. Maar ook belangrijk wel in deze presentatie wou ik laten zien van hey, hoe werken we nou met die databeheervraagstukken. Hey, in de toetsing werken we van grof naar fijn en hoe gaan we dat dan doen bij dat databeheer en hoe gaan we om met die datavraagstukken. Presentatie heb ik samengemaakt met Erik Vastenburg, die is er vandaag niet. Jullie zitten hier als duo's, ik doe dit ook niet in mijn eentje, ook in duo en soms nog wel eens met wat meer mensen. Met Jeroen zijn we heel druk bezig geweest. Voor de golfoplopers zie je ook aan ze nog een paar dingen van Jeroen. Dus ook een samenwerkingsverband. Wat wil ik eigenlijk doen vandaag? Even vertellen waarom. Bekend plaatje eigenlijk wel. Maar toen zat ik ook eens te denken, hey, wat maakt dat databeheer nou zo anders dan bij andere projecten? Wil ik ook even kort bij stilstaan, ga ik niet heel erg diep op in, want ik vind het leuk om vandaag gewoon wat dingen uit de praktijk te laten zien, hoe we dat aanpakken. Belangrijkste dingen die ik wil laten zien zijn de golfoploopprofielen, iets rondom dat logboek. Waarvoor is dat nou zo belangrijk? Want logboek heeft toch niks met databeheer te maken of datamanagement? Nou, kom er straks wel even op. Nog een stukje over Agile Scrum. Ik wil ook onze aanpak zien voor het faalmechanisme piping. En die wil ik demonstreren gewoon live op onze systemen. En als laatste wil ik ook nog wat zien. Ik ben ook van de andere kant bezig. Je kan vanuit de WBI-kant naar je datamanagement-vraagstuk kijken. Maar je kan ook vanuit de GIS-kant, waar wij veelal onze data beheren, kijken wat kan ik daar nog dingen veranderen. Heb ik ook nog een stukje in de presentatie. En dat doe ik heel veel samen met Esri Nederland. Dit plaatje voor een aantal wel bekend is van, hoe zit dat nu in elkaar, wat doen we? Wij beheren onze gegevens in een geomagazijn of een GIS-systeem of een DAMO-database. En moeten uiteindelijk dat toetsingsvraagstuk oppakken en invullen. En wij moeten informatie overzetten van ons beheersysteem naar het toetsinstrumentarium. Bleef het daar maar bij. Er is meer, want we hebben ook te maken met het SOS. En dan moeten we misschien ook gegevens uithalen. Bijvoorbeeld ons geotechnisch archief hebben we misschien in ons geomagazijn staan. Dan moeten we informatie uithalen om het SOS verder te verrijken of lokaal te maken. En dan gaat ook informatie van het SOS naar ringtoets. Gaat meestal wel vrij automatisch, hè? Want je koppelt gewoon het SOS aan ringtoets. Maar er gaat wel informatie tussen die twee systemen lopen. Daarnaast hebben we nog een hele grote serie standalone tools. Hè. Denk aan die bekleding tools, maar macro stabiliteit ook. En die hebben ook gegevens nodig uit je beheersysteem. Maar hebben ook gegevens nodig uit ringtoets. Denk maar aan de HR-berekening die binnen ringtoets is gedaan, die je toch nodig hebt om de bekleding te kunnen toetsen. Uiteindelijk komt er een resultaat uit en die moet je eigenlijk terugzetten naar ringtoets. Wat ik al zei, hè, je hebt meerdere standalone tools. En uiteindelijk moet je die resultaten assembleren tot één beoordeling voor je normtraject. En wil je misschien ook een deel van die resultaten terugzetten in je geomagazijn? Zodat je dat kan delen met de rest van de organisatie en blijft het niet bij die specialist die met ringtoets werkt liggen. Je wil uiteindelijk je keringen misschien of je resultaten via het waterveiligheidsportaal delen. Of je wil een traject in het verbeterprogramma brengen. Dus dan gaat ook nog een informatiestroom lopen. En uiteindelijk is herleidbaarheid heel belangrijk. En moet je over dat hele proces ook nog iets vast gaan leggen van hoe je het hebt gedaan. En waarvoor jij tot die keuzes bent gekomen die je hebt gemaakt.
En al de leuke handjes, die handjes geven aan van hier moet ik eigenlijk allemaal wat met hand gaan doen. Het zijn niet alleen de informatiestromen, maar er moeten bewerkingen plaatsvinden. En die bewerkingen, die moeten die gistbeheerders of die databeheerders gaan inkleuren. Het is ook nog nieuw. En waarvoor zet ik dat erbij? Nou, zo net al met een aantal mensen gepraat. Ringtoets is ook nog niet uitontwikkeld. Er veranderen dingen. Mede dankzij dit soort dingen wat wij aan het doen zijn, gaan er ook onderdelen in ringtoets veranderen, waardoor het meestal makkelijker en beter wordt en beter op ons beheerproces aansluit. Dus daar hebben we ook mee te maken. Het is nog niet een statisch geheel. Dat is het speelveld waar wij ons databeheer in moeten doen. En toen zat ik te denken, hey, wat maakt het nou zo lastig en wanneer gaan we nou over succes spreken? Nou, succes had geweest als ik hier vandaag niet hoefde te staan. Dat maakt het wel lastig. Ja, een beetje inkopper, maar waarvoor zitten we hier dan toch? Dat heeft deels te maken met hoe de software eigenlijk ontwikkeld is. Wij zijn zelf eigenlijk nog aan het zoeken naar het werkproces. En kom ik direct ook nog wel even verder op terug. De software die sluit daar nog niet voldoende op aan. Hier hebben we een voorbeeldje. De software is ontwikkeld voor, we moeten een faalmechanisme uitwerken. En die moeten we door kunnen rekenen. En daar moeten we een uitspraak over doen hoe veilig die is. Zo is de software. Dit is het waterschap. Ik heb een normtraject, ik heb heel veel locaties waar ik heel veel over moet zeggen. Dat is de andere kant. En daar is een spanningveld tussen. En daar heb je mee te maken als je over databeheer praat. Maar ook die beoordeling, van grof naar fijn. Vanmorgen ook al een paar keer gehoord. We werken van grof naar fijn, daar proberen we geld mee te besparen als waterschap. Maar uiteindelijk moet die grof naar fijn methode ook in de software zitten. Want als je van grof naar fijn werkt, krijg je meerdere resultaten en wil je die een plekje geven. Nou, als dat plekje niet binnen de ringtoetsapplicatie is, moet je het plekje in je eigen databeheer gaan organiseren. En al eerder gezegd, wij beheren onze gegevens, onze kerngegevens of onze belangrijkste gegevens in onze GIS-systemen. En je zou nog veel meer de kracht van het GIS kunnen gebruiken om uiteindelijk je databeheer beter op orde te krijgen. Nou, laat ik direct ook wel een paar voorbeelden van zien, dan wordt het wel wat levendiger. Wel een conclusie is, de software wordt wel steeds beter, maar het datamanagement vraagstuk of de databeheer vraagstuk is nog steeds wel lastig. Nou, zal we direct ook wel een aantal voorbeelden zien. Ik geloof dat jullie ook voor het faalmechanisme piping bezig zijn geweest als huiswerker. Misschien ook wel ervaren van, hey, zitten toch nog heel veel vragen in. We laten nu de aanpak zien die Noord-Holland en Friesland eigenlijk op een aantal van dit soort vlakken hebben gekozen. Nog een ander plaatje. Ik zei al van, als je hier ziet een plaatje waarbij je ziet van, in het midden staat WBI-software. En je kan de software benaderen vanuit de superspecialist die een model heeft gemaakt voor de faalmechanisme. Hoe kan ik dat nou uitrekenen? Uiteindelijk is hij met een ICT'er of met een softwareontwikkelaar, is dat vertaald in een stukje software in het WBI in het midden. Wij als waterschappen staan aan de andere kant. Wij beheren onze informatie, onze gegevens in het GIS. En zijn via schematisaties naar de software toegegaan. Dus we komen eigenlijk beide van een totaal andere kant naar hetzelfde vraagstuk zijn we aan het kijken. En als je dat vertaalt, dan moet er voldoende overlap in zitten om dat databeheer makkelijk te krijgen. Als je hier ziet, de blauwe is het ontwikkelteam van het WBI. Hebben heel veel mensen met heel veel kennis over het toetsen, over het beoordelen van een bepaald faalmechanisme. Maar hoe meer je naar de datakant gaat, hoe minder kennis ze ervan hebben. Wij zijn specialist op het gebied van data, maar hebben nog onvoldoende kennis eigenlijk over misschien die specialistische kennis die nodig is om een faalmechanisme door te rekenen. Als je kijkt, ziet het er misschien, dat zou het ideale plaatje wezen. Dit is het plaatje hoe het er nu ongeveer uitziet. En eigenlijk gaat het om dit stukje. En daar hebben we het vandaag over. Dat is het datamanagement stuk. Dat is eigenlijk dat stuk waar we tussen zitten
om uiteindelijk die kennisdeling wel goed tot stand te krijgen en die informatiedeling. Data management, Erik en ik zijn ermee bezig. Wij zijn ook doeners. Wij willen gewoon dingen uitwerken en kijken wat het effect is. En doen dat eigenlijk op een agile manier. Maar het belangrijkste is, je moet er aan de slag gaan. Want dan kom je je problemen wel tegen. Maar dan vind je je oplossingen ook wel. En dat doen we ook in een aanpak van grof naar fijn. Dat zal ik direct ook in die voorbeelden laten zien. En dat moet je vooral samen doen. Nou, daarvoor zitten jullie hier ook als koppels. Daarvoor doen wij het ook als koppel. Erik is de inhoudelijke specialist. Ik ben meer een ICT'er, meer een dataspecialist. Wij vullen elkaar aan. En wij hebben die overlap erin zitten, zodat wij prima samen oplossingen voor dit soort vraagstukken kunnen bedenken. Stapgewijs. Probeer het niet als één groot geheel te zien. Dat zal ik straks ook nog wel op een aantal onderdelen toelichten. En... een risico is wel, als je altijd naar dat totale vraagstuk blijft zitten, dat je op hoofdlijnen blijft hangen. En eigenlijk die diepgang niet vindt die je wel nodig hebt om uiteindelijk voor een faalmechanisme een oplossing neer te zetten of een resultaat te krijgen. Nou, dat zou ik direct ook wel vragen. Ik ken de term agile niet. Agile is een aanpak vanuit de softwareontwikkelkant, waarbij ze eigenlijk hebben gezegd van, hey, waarvoor is dat softwareontwikkelen altijd zo lastig? En waarvoor gaat het zo vaak fout? Waarvoor zijn ICT-projecten vast wel eens in de krant gelezen een mislukking? Of als het af is, heeft de maatschappij het niet meer nodig? En heeft Agile eigenlijk een aanpak ingekozen waarbij zij eigenlijk zeggen van, hey, wij gaan in veel kortere iteratieve stapjes, gaan wij die software opleveren. Of ons databeheervraagstuk beantwoorden. En elke keer, na een korte periode van bijvoorbeeld 3 weken, laten we zien wat ons tussenresultaat is. Kan mijn opdrachtgever nog steeds zeggen van, ik ben tevreden, ga maar verder. En dan zien we elkaar over 3 weken weer. Of de opdrachtgever zegt, we stoppen ermee, want ik zie dat het geen resultaat is. En ben je veel eerder, kan je een ander pad gaan bewandelen. En dat is agile. Agile in hoofdlijnen. Is het een term zelf of is het geen afkorting? Nee, het is geen afkorting. Ik heb er nog wel wat meer informatie over. Ik kan straks nog wel... Ik denk wendbaar. Ja. Wendbaar. Ja. Maar data management gaat ook verder. Dit vond ik wel een leuk praatje. We kunnen als databeheerders de data over de schutting gooien en zeggen, toetser, succes mee. We kunnen ook een andere werkwijze zoeken. En zeggen van, wij als databeheerder en toetser gaan intensief samenwerken en we gaan samen proberen een lopende bandje inrichten. Waar wij informatie op kunnen zetten, die van de databeheerder of van het GIS-systeem naar het toetsinstrumentarium loopt. En we kunnen het bandje ook de andere kant om laten lopen, dat wij informatie van die toetsen krijgen en naar die databeheerder gaan. Dat moeten we proberen te zoeken, want daar is de winst. Hè? En dat gaat eigenlijk over dat intensief samenwerken, intensief overleggen. Zal ik direct ook nog in die voorbeelden ook wel even wat langer bij stilstaan. Want eigenlijk ben je op zoek naar de verborgen specificaties in je data. Nou, zie ik een heleboel mensen denken, waar heb ik dat gelezen in de schematisatiehandleidingen? Staan er niet in. Wat zijn dat voor dingen? Een mooi voorbeeld is, als je naar piping ziet, is het belangrijk dat je in- en uitrijdenpunt goed hebt. Een van die dingen is, als je een teensloot hebt, legt die vaak aan de andere kant van de teensloot. Als jij je profiel tekort maakt en je teensloot mist, dan heeft die toetser een probleem. Die je als databeheerder makkelijk had kunnen oplossen door het profiel lang genoeg te maken. Nou, zo kan je dus in overleg kijken, hey, waar loopt die toetser tegenaan? Kan ik dat vanuit databeheer makkelijk voor hem oplossen? Of kan ik daar een oplossing voor bedenken? Zo ga je samen steeds kijken. Soms gaat het wel, soms gaat het niet. Ga je kijken van hoe lossen we het samen op? En dat zijn die dingen die vind je niet in de schematisatiehandleiding terug. Daar staat heel veel informatie in, maar dat soort dingen mis je vaak. En daar ben je eigenlijk op zoek naar. Van hoe kan ik het zo makkelijk mogelijk maken, dat toetsingsvraagstuk?
Deze heb ik al eens gezien. Vorige keer heb ik hem helemaal doorgenomen. Ga ik deze keer niet weer doen. Waarvoor gaan wij dan dingen automatiseren of dingen regelen, zodat het databeheer makkelijk gaat? Eigenlijk de drie groene dingen hebben we eruit gedeeld. Ze zijn allemaal belangrijk, maar daar wou ik nog even kort bij stilstaan. Dat is, het moet effectief en meerwaarde hebben. Wat bedoel ik ermee? Als je gaat automatiseren en je bereikt er maar een resultaat van bijvoorbeeld 80%. Dan mag je afvragen, is dat effectief genoeg? Want er moet nog 20% met de hand doen. Een mooi voorbeeld is klikken. Het klikken, hè, die kenmerkende profielpunt aangeeft, hebben wij van gezegd, die gaan wij bewust niet automatiseren. Een voorbeeld waar we er niet voor gekozen hebben. En dat heeft te maken, je kan wel algoritmes bedenken, en je komt nog wel een heel eind, maar je komt niet op een punt uit dat je zegt, het heeft echt een grote meerwaarde. Hebben wij voor gekozen. En toen gezegd van, dan doen we het liever met de hand. En dan hebben ze bewust overal, heeft die toetser het onder ogen gehad en zijn die kenmerkende profielpunten goed vastgelegd. Want die zijn wel heel belangrijk in dit hele proces, want die komen in al die valmechanismes bijna weer terug. Andere is, het moet de herleidbaarheid van de gegevens vergroten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld golfoploopprofiel, laat ik direct nog wel zien. Als je daar moet aantonen van hoe heb je dat golfoploopprofiel gemaakt, dan heeft een stukje automatisering, want dan zit het in je model wat je hebt gemaakt. En beschrijf je model eigenlijk een deel van je herleidbaarheid. Dus herleidbaarheid vinden we, en het iteratieve toetsproces, het werken van grof naar fijn, ja, omdat je het vaak meerdere keren gaat herhalen, ga je ook eerder naar een stukje automatisering grijpen. Golfoploopprofiel. Geometrisch profiel heb ik de vorige keer waarschijnlijk wel genoeg over verteld. Staat ook heel veel op internet. Ik wou eigenlijk naar het golfoploopprofiel. Die is wat complexer. Zit wat meer achter data management vraagstukken. Golfoploopprofiel is het profiel wat je nodig hebt voor onder andere glaserosie binnentoluut. En is ook nodig voor het toetsen van de bekledingsvlakken. Het is een profiel die strengere eisen stelt op een aantal kenmerken. En dan moet je denken aan taluthellingen. Die moeten binnen bepaalde grenzen zitten. Mag er wel gerekend worden of niet gerekend worden met de volland? Hebben we te maken met een profieldeel of een bermdeel? Dat zijn allemaal vragen die hebben we nog met golfremmende objecten te maken. Dammen, damwanden. Ruwheid. Is het een glad oppervlak of is het een ruw oppervlak? Breekt die golf heel erg? En toen wij ermee bezig waren, vroegen wij ons af van, hey, kunnen we dat niet automatiseren? Wij hadden heel veel ervaring opgedaan met PC-overslag, promotor. Daar hebben wij eigenlijk die profielgegevens, die geometrische profielen en die kenmerkende profielpunten die door dat klikproces aangebracht zijn, kunnen we die niet gebruiken om gewoon een golfoploopprofiel te maken. Die aan al die spelregeltjes voldoet, automatisch, want wij hebben één ding stond bij ons bovenaan, we willen ze niet beheren. We willen ze eigenlijk genereren, gebruiken binnen het toetsproces en wij beheren onze bekledingsvlakken. En wij gebruiken de AN nu en misschien bij de volgende keer de nieuwe AN. Maar daar legt ons beheer en niet in die golfoploopprofielen. Als je dan een golfoploopprofiel ziet, ik heb hier nog even een voorbeeldje laten zien. Dat bestaat hier eigenlijk uit twee gedeeltes. Uit een eenvoudig shapefiletje waar een illustratiepunt in staat. En dat punt is het punt waar ten opzichte het profiel opgebouwd is. Het profiel werkt, het golfoploopprofiel werkt met een lokaal coördinatenstelsel, in tegenstelling tot GIST met een RD-stelsel. Dat staat, dus je hebt een soort illustratiepunt waar ten opzichte je profiel beschrijft. Tabelletje met informatie, het belangrijkste is gewoon de relatie naar het profielbestand. En als je naar het profielbestand ziet, ziet het er ongeveer zo uit. Dit is een oude, want hij is inmiddels gesplitst. In een stukje voorland en een stukje kering. Maar zo ziet hij eruit. Een tekstformaat.
Nou, ik ben ICT'er, daar word ik meestal een beetje kriebelig van. maar dit moesten we maken. We vroegen ons af, waar kunnen we het automatiseren? En daar hadden we een aantal voordelen. Wij wouden die profielen niet beheren, maar het is ook heel veel werk. De eerste exercitie die wij hebben gedaan is een keer met hand vijf van die dingen maken. En dan was je 2 uur verder. Als je dat voor heel veel moet doen, dan wordt het dan wel een hele arbeidsintensieve werkwijze. Hoe zijn we begonnen eigenlijk? Samen eigenlijk in dat rollenspel tussen toetser en dataspecialist zijn we die schematisatiehandleidingen door gaan nemen. En dan hebben we eigenlijk de schematisatiehandleiding eerst bij de apart doorgelezen en die hebben we tegen elkaar aangehouden. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat staat hier eigenlijk? En er zijn dit soort plaatjes uitgekomen. Allemaal opmerkingen, aantekeningen gemaakt. Er staan volgens mij ook belafspraken op om meer informatie op te halen. Maar hier is het eigenlijk mee begonnen. En dus niet in de software, niet in de toolings, niet in de data. Eigenlijk gewoon op een flap over. Zelfs bovenaan zichtje gemaakt, want je hebt te maken met Voorland. En Voorland heb je alleen maar tot aan je HR-lijn. Je hebt HR-punten heb je, en daar mag je niet voorkomen. Zo staat in de schematiseringshandleiding en het plaatje helpt wel om daar een beter beeld te krijgen. Voorland hebben we naar gekeken. En de dijk zie je hier, het laatste stukje. En daar hebben we voornamelijk een hele discussie gehad over dat bovenste segment. Want dat bovenste segment, dat is het laatste segment, want het golfoploopprofiel loopt tot het buitenkruinpunt. En die moet niet te ver achterover gaan heilen. En hoe zorgen we er nou voor dat dat niet gaat gebeuren? Dit was stap 1, wat we hadden gedaan. Een van de andere dingen die we toen hadden was, hey, we hebben wel heel veel informatie in ons geometrisch profiel zitten. En kunnen we daar niet heel veel informatie uithalen? Want we moeten aan die taluuthellingen voldoen, we moeten heel veel dingen gaan corrigeren. En als we minder punten hebben, hebben we minder segmenten, hoeven we ook minder te controleren. Welke punten in dat profiel hebben een dominante bijdrage aan dat profiel? Nou, het testje meegedaan eerst. Nog helemaal niet in de code van hoe wij hem uiteindelijk willen gebruiken, maar om te kijken van kunnen we iets bedenken wat werkt. Hier zie je een profiel met een x aantal punten. En datzelfde profiel kan je ook beschrijven met 7 punten. Is hetzelfde profiel. Want als je ze bovenop elkaar legt, ziet hij er gewoon hetzelfde uit. Er zit een klein verschil in. Tolerantie kan je instellen van hoe nauwkeurig, hoe ver mag zo'n punt afwijken van zo'n lijn. Maar je ziet dat ze er heel aardig bij komen. Hier zit hij ingesteld op 10 centimeter nauwkeurig. Dus als je grotere afwijking hebt dan 10 centimeter, neemt je punt mee, anders laat hij hem vervallen. Dus tweede stap. Hey, we hebben iets bedacht waar we profielen en punten mee weg kunnen gooien. Toen hebben we gezegd, ja, je gaat die profielen nog verder schematiseren. We hebben dat laatste punt nog. Misschien is het wel belangrijk om te controleren van, wat wij eraan uitkrijgen, is dat, komt dat overeen met de werkelijkheid? En hoe goed ligt dat dan op de werkelijkheid? Toen hebben we eigenlijk in Excel, simpel voorbeeldje gemaakt, van, wat zouden we willen controleren? Nou, we willen eigenlijk het werkelijke profiel en dat geschematiseerde profiel op elkaar leggen. En kijken, wat zijn de afwijkingen en zijn we daar tevreden over? En misschien willen we zelfs nog kleine aanpassingen doorvoeren. Nou, dit is in Excel, zo ga je niet werken, maar was voor ons voldoende om met een aantal mensen om tafel te zitten om de volgende stap te maken. En de volgende stap is eigenlijk het splitsen van het vraagstuk. Eigenlijk ook uit softwarebranche van, ik moet golfoploopprofielen maken, maar misschien kan ik het wel splitsen. En de splitsing was hier van, ja, ik wil een controle-instrument hebben, een user interface, en ik moet iets met data gaan regelen. Databeheer. Hebben we een knip gemaakt. Waarvoor hebben we die knip gemaakt? We konden makkelijker onze eigen databeheervraagstuk controleren.
We wisten nog niet zeker dat het databeheer wel tot een oplossing leidde en daardoor konden we misschien de user interface nog later apart gebruiken. Om te controleren of de bestaande PRFL-bestanden nog pasten op onze nieuwe geometrische profielen. Je kan namelijk naartoe werken. Dat hebben we ook gedaan, daar kom ik direct nog even op. Waardoor je een kortere bouwtijd hebt, nou dat is logisch. Maar het vereist ook één ding, als je zo gaat werken en je gaat van twee kanten naar de midden, of van de midden naar buiten, dat je eerst dat koppelvlak heel goed beschrijft. Even kijken, uiteindelijk willen wij die opmerkingen die we hebben, hè, profiel moet aan toluuthellingen voldoen. Misschien kom je tot de situatie, tot conclusie, ik kan dit niet oplossen voor dit profiel. Dan wil je dat misschien teruggeven aan je GIS-systeem. Als opmerking bij dat golfoploopprofiel, want dat kan je gebruiken in je logboek en dat kan je meenemen in je herleidbaarheid. Ik kan hier niet deze golfoploopprofiel maken, want de situatie is er niet net verstaan. Koppelvlak hebben we gedefinieerd. Niet in tekstfile, maar in een XML-file. En bij die XML-file zijn we nog één stap verder gemaakt, want we hebben daar ook de controle bij geschreven. Dus met dat tweede bestandje, dat is een XSD, voor de mensen die dat... daar kan je mee eigenlijk controleren, de XML-file die ik aanbied, klopt die? Als er een getal moet staan, staat er ook een getal. En een getal is niet een leeg veld, omdat die geen hoogte heeft gehad. Die heeft ons, we hebben dat inmiddels gebouwd, heeft dat ons al heel veel voordelen opgeleverd. Wij kunnen nu in één oogopslag 200 profielen controleren, is heel simpel geworden. Dit hebben we beschreven en toen zijn eigenlijk twee partijen aan het bouwen gegaan. Waternet heeft de user interface gebouwd, Rob van Putten. En Wetterschip Friesland samen met Holland Noordkwartier hebben de databeheerkant opgepakt. En daar heeft Jeroen nog een belangrijke rol in gehad. Gesneden koek voor je. Hoe zijn we begonnen? Zijn we dan begonnen met, dit is de databeheerkant. Direct laat ik de user interface zien, die start ik zelf nog even op. Als het leuk is en als we de tijd voor hebben. Hoe zijn we begonnen? Eigenlijk zijn we begonnen in een vergaderhokje in Noord-Holland. En hebben we eigenlijk dit plaatje op het bord getekend. En dus ook nog niet met de software en hebben eigenlijk in grote stappen hebben we eigenlijk aangegeven van welke vraagstukken hebben we in de databeheer die we op moeten pakken. En dit is niet het plaatje wat de eerste keer op het bord stond, maar dit is 3 of 4 keer verbeterd. Elke keer dat we ook in de bouwtraject een discussie kregen, vielen we eerst hier naar terug. Wat betekent het in die hoofdbouwstenen wat er anders moet? Dat hielp ons erg in de manier... in onze aanpak. We hebben ook gezegd, wat erin moet is de informatie die uit de kliktool komt. Hey, jullie moeten die profielen klikken, die kenmerkende profielpunten, er komen twee bestanden uit. Een surveyslijn en een karakteristieke puntenbestand, twee CSV-files, die kan je bij ons in het databeheerstuk stoppen. Dus iedereen, hoe ze geometrische profielen maken, kan verschillend wezen, kan iedereen zijn eigen oplossing, deze is weer generiek. Dus die kan je gewoon weer gebruiken, want we hebben allemaal hetzelfde uitgangspunt. Uit de kliktool komen twee bestanden, die kan je er hierin stoppen. Nou, er moet nog wat extra informatie bij, dat zijn natuurlijk die bekledingsvlakken. Maar die hebben de meeste wel. Ik zie een heel bedenkelijk kijken. nou, moet je die nog inwinnen. Dus eerst een schets op een conceptuele schets in hoofdlijnen. Duik niet meteen de diepte in en zorg dat die blokjes goed zijn. Maar ga er ook over praten. Hoe meer keren je erover praat, hoe beter dit plaatje wordt. En hoe makkelijker eigenlijk je inkleuring wordt in de software. Nou, een plaatje al vandaag vaak genoeg genoemd, hè, van grof naar fijn. Zie je eigenlijk ook in die databeheervraagstuk terug. Want we zijn begonnen met dat hele grove plaatje met die whiteboard en met die veelstiften. Naar iets fijner waarbij we in grove blokken beschreven hebben hoe we het aangepakt hebben. Probeer ook niet alles binnen dat ene vraagstuk op te lossen. We hebben een aantal dingen gewoon er even uitgetild en die hebben we even geparkeerd.
Wat hebben we geparkeerd? Als je naar een asfaltprofiel kijkt, dan moet die berm eruit. Staat in de schematisering, handleiding. Had je misschien meteen kunnen doen. Maar ja, dan wordt die wel heel erg specifiek voor asfalt. Wij hebben gezegd, nou die berm die schuiven we er later ook nog wel een keer uit. Dus hebben we eruit getild, hebben we even aan de kant gelegd. Misschien komt die later nog wel een keer in, maar in eerste instantie hebben we niet meegenomen. Het tweede is dat imaginaire buitenkruimpunt. Dat is eigenlijk dat punt van het laatste toluutdeel, dat mag niet te ver achterover hangen. Nou, denk maar iets in een algoritme dat die wat rechterop komt te staan. Nou, daar wil je misschien wat mee gaan zoeken. We hebben eerst een hele eenvoudige aanname gedaan. We laten hem tot de hoogte van de kruin lopen. En gewoon als een rechte lijn door. Dus hij hangt nog te veel achterover. Maar toen zijn we wel gaan bouwen. En nu hebben we de software af en kunnen heel makkelijk 200 profielen maken. En kunnen nu heel makkelijk gaan spelen met het algoritme. Wat is het effect als we daar een iets ander algoritme voor? Lineaire regressielijn of nog een andere oplossing. Kan gelijk het resultaat voor 200 profielen zien. Dus eerst ook eenvoudige aanname, zo gebouwd. En later is dat er wel tussen te zetten. Uiteindelijk willen we eigenlijk die golfoploopprofielen weer terugzetten in ons GIS-systeem. Want we willen misschien ook in die tussenliggende punten een golfoploopprofiel maken. Nou, dat is een stip aan de horizon. Daar hebben we wel eens over gehad, hebben we nog niet ingekleurd. Als je kijkt, hadden net dat visioplaatje, dat zie je ook in onze datastructuur terug. Dit is de structuur die ons op het netwerk staat met die modelletjes die wij nodig hebben om die data voor te bereiden. Die heeft een hele duidelijke relatie met dat visioplaatje wat ik net liet zien. En vervolgens kan je dus voor de verschillende stappen die je moet doorlopen, hebben wij modelletjes gemaakt die data voorbereiden. Of bepalen waar bekledingsovergangen zitten. Of bepalen welke punten in het profiel welke ruwheid krijgen. Een modelletje die bepaalt hoe dat imaginaire buitenkruimpunt komt te liggen. Zo hebben we uiteindelijk dat ingekleurd. Dus wel een hele duidelijke relatie met die tussenproducten. Deze tool heb ik. Kan ik straks ook wel even een demo. Ik laat die grote demo direct wel even zien. Dit is de tool. De andere kant. Hè, net hebben we over databeheer gehad. Dat hebben we nu af. Wij kunnen nu in 10 minuten draaien 200 golfoploopprofielen eruit. Uit de data. Dus dat is af. We hebben het tooltje is inmiddels ook af in demo versies. En die laat dus geschematiseerde profiel op het werkelijke profiel zien. Heeft Rob van Putten gebouwd en staat ook op Bitbucket. Mensen die zeggen van, hey, ik wil dat tooltje wel zien. Hij is nog niet af, we zijn nog technisch aan het testen. Maar hier staat hij, hou de site in de gaten. Dan kan je hem daar gewoon afhalen. Onze databeheertools die komen ook gewoon beschikbaar voor jullie. Dus daar kan je kijken, je kan ze gaan gebruiken of je kan ze gaan aanpassen. Of je kan het misschien helpen in je eigen manier, hoe je het wil aanvliegen. Maar die komen gewoon beschikbaar. Wat zeg je? Nee, moeten we nou even kijken waar we het even neerzetten. Moet ik nou even overleggen. Maar dan communiceren we dat wel even. De datamodellen zijn gebouwd met FME. Hetzelfde als golfoploopprofielen. En dit is gebouwd met Qt. En Qt is een user interface op C. C-sharp. Nee, C-sharp weet ik daar trouwens niet eens. Maar eigenlijk hoef je daar ook niet in de code te zitten. Het staat er wel, hoor. Golfoploopprofielen. Imaginaire buitenkruimpunt heb ik ook nog een voorbeeldje. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Hè. We hebben nu die modellen af. We kunnen nu 200 profielen maken. We kunnen ze in het tooltje inzichtelijk maken. We zijn daar de laatste technische issues aan het wegtikken. En wij zijn nu aan het kijken van hoe gaan we dat laatste toluutdeel nou. En dat gaat echt over dat allerlaatste stukje. Hoe krijgen we die voldoende rechtop? Zodat hij voldoet en eigenlijk hoe die volgens de schematiseringshandleiding erin moet staan.
En dit is, hebben we weer een algoritme uitgewerkt. Dit is met lineaire regressie, heeft Erik Vastenburg gebouwd. En dit gaan we waarschijnlijk volgende week maandag in de software zetten. Logboek. Waarvoor logboek nou zo belangrijk voor databeheer, dat is eigenlijk deels die herleidbaarheid, maar ook dat iteratieve proces wat je doorloopt. Door dat iteratieve proces van grof naar fijn moet jij misschien tussenresultaten vastleggen of heb je andere uitgangsposities gehad en wil je die ergens vastleggen in je informatiesysteem of in je datamodel. Eigenlijk is dit een concept wat we op papier hebben geschetst van hoe wij tegen eigenlijk de logboek aankijken. En we hebben daar eigenlijk gezegd, als je naar het WBI kijkt, dan kan je een hele duidelijke knip maken tussen gegevensbeheer. In dit geval ook weer van Noord-Holland. Maar waar je zegt van, die zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Maar die zijn ook verantwoordelijk voor de inwinningsprotocollen, maar ook voor het versiebeheer. En wij zijn eigenlijk alleen maar aanvrager of gebruiker van die gegevens. En die gegevens die heb je nodig om te kunnen toetsen. En die bewerk je eventueel met modellen en eventueel handmatig. Als je hier aan de onderkant kijkt, heb je het SOS en misschien het GBA nog nodig. En die staat nog aan deze kant. Je zou theoretisch ook zeggen, ja, die hoort ook aan de gegevensbeheerkant. Maar omdat SOS nog zo specifiek WBI is, staat die nog aan deze kant. En dan kan je zeggen van, wat leg ik nou vast als ik met die gegevens aan de gang ben? Leg ik dan alles vast? Wij zijn van mening van niet. Wij zeggen van wat in die schematiseringshandleidingen staat, dat hoef je niet over te nemen. Vergelijk het met een recept. Hè? Je volgt het recept en dat staat in die schematiseringshandleiding. Maar waar jij afwijkt van dat recept, jij doet net dat snufje meer zout erin, dat zou je eigenlijk vast moeten leggen. En daar zeggen we van, dat leg je eigenlijk vast en dat wil je vasthouden. De afwijkende keuzes en niet alle keuzes die al vastgelegd zijn in alle documentatie die opgeleverd is met WBI. Als je dan vervolgens ringtoets ingaat en je gaat een sommetje maken en je maakt binnen dat ene sommetje weer andere keuzes, dan wil je dat vastleggen bij dat sommetje. Nou, daar zijn we nu met Deltares en Rijkswaterstaat bezig. Want op één plek kon het niet om die software ook zo te maken dat het er overal netjes neer kan zetten. Maar dat is alleen in die uitzonderlijke geval, dat ene sommetje. Dus in de hoofdlijnen hou je het receptenboek aan. Waar je afwijkende keuzes maakt voor de groep, leg je die vast binnen je GIS-systeem. Waar je afwijkende keuzes maakt binnen het sommetje, leg je die vast bij het sommetje. Toen zijn we nog verder gaan denken, en daar laat ik direct ook een voorbeeldje van zien, is van, maar waar leg je die gegevens dan vast? En toen hebben we eigenlijk gezegd, je wil een normtraject wil je toetsen, daar heb je 1 tot x val mechanismes voor. En waarvoor, en daarbij heb je een vakindeling nodig, en waarvoor leg je die informatie niet vast aan die vakindeling? En is dat niet veel logischer om die informatie vast te leggen in je GIS-systeem? Laat ik direct ook een voorbeeld van zien, hoe dat er dan uit gaat zien. en is dat ook niet de manier om die herleidbaarheid te borgen? Nou, daar hebben we een aantal voorbeeldjes van gemaakt. Zijn we ook wel in gesprek met onder andere IoT om te kijken van, hey, gaat dat werken? En kunnen ze dan, hebben ze voldoende inzicht? En kunnen we zo uiteindelijk die logboekfunctie en die herleidbaarheid afdekken? Laat ik direct nog een andere hulpmiddel die we erbij gebruiken is, ja, werken van grof naar fijn zit in het toetsen, maar ook in het datamanagement stuk. En dan gebruiken we Jira. Jira is eigenlijk een software tool voor dat agile werken. En in die tool leggen wij alle stappen vast hoe wij een faalmechanisme uit moeten werken. Dus niet alleen alle datastappen,
Maar ook alle informatie, alle gegevens die we in moeten winnen, die hebben we allemaal beschreven in hele kleine stapjes, waardoor het eigenlijk helemaal het grote complexe vraagstuk en heel veel kleine deelvraagstukjes die relatief makkelijk te beantwoorden zijn. Dit gebruiken nu 3 waterschappen. Dit product. En wij delen van elkaar ook dat stappenplan. Van hoe werk je nou een faalmechanisme voor piping uit? En welke stappen spelen daar een rol? Zo ziet zo'n... wij werken dus ook met van die sprints, heette dat dan. Wij werken in periodes nu van 4 weken. En binnen die 4 weken pakken wij een hoeveelheid werk op. Van die hele grote stapel die we moeten doen. En... die zien er zo uit als die kaartjes. En die kaartjes, daar staat een taak op en die voer je uit. En je legt daar ook vast waar je de informatie neer hebt gezet. Eventuele vragen die je hebt gesteld, misschien aan de helpdesk en de antwoorden die je erop hebt. En dit systeem is ook doorzoekbaar. Dus als je na een half jaar zegt, wie heeft nou de profielen geklikt voor normtraject 6-4, een van onze normtrajecten, kan je dat nog terugvinden. Maar ook de eventuele problemen die je tegenkomt. We hebben ook een aantal producten die we met jullie kunnen delen. Onder andere is het die uitwerking van die faalmechanismes in die stappenplannen. Welke stappen moeten we uitlopen? Nou, heeft Noord-Holland een hele grote bijdrage aan gedaan, want die hebben die schematiseringshandleidingen helemaal doorgespit. En die hebben dat allemaal vertaald naar hele kleine stapjes. Nou, die help je. Hier zie je nog een mooi voorbeeld van wat is agile werken. Dit was oud. Hè? We duiken januari onder, 2023 moeten we zo'n beetje weer boven komen. En dan kijken we of het nog past. En dit is het nieuwe werken, agile. Gewoon elke 4 weken komen we even boven zitten. Hey, je legt me nog op koers en wat is de volgende fase die we ingaan. Daar heb ik een presentatie van gemaakt, die kun ik ook met jullie delen. Dus wil je er eens wat meer van weten? Er is door Noord-Holland ook een eenvoudige handleiding gemaakt. Van hoe werk ik dan met zo'n systeem? Ook producten die wij gebruiken om uiteindelijk dat databeheervraagstuk nog beter in de vingers te krijgen. Geodatabase. Ja, eigenlijk is dit de situatie andersom. Hey, je kan vanuit je vanuit ringtoets naar je databeheervraagstuk kijken, maar je kan ook vanuit je GIS naar je databeheervraagstuk kijken. Waarvoor zou je dat willen? Ja, er zit gewoon een hele grote relatie tussen heel veel processen die leggen gewoon op dat GIS-vlak. Als je naar calamiteitenzorg, zorgplicht, risicogestuurd asset management, hebben we allemaal een ruimtelijke component. Dus misschien zou je het ook meer vanuit die ruimtelijke component willen benaderen. Eigenlijk als je een ringtoets ziet, hebben ze al een eerste mooie stap gemaakt. Want als je ziet, zie je hier ook, je werkt van normtraject naar faalmechanisme. En geeft dat al een beetje houvast naar GIS toe. Maar dat had nog wel sterker gekund. Wij zijn dus ook wel heel erg in gesprek van hoe kunnen we ons GIS of ons beheerssysteem nog beter aan laten sluiten op het toetsinstrument. Nou, er gaan ook wel veranderingen plaatsvinden. Ik laat het direct nog even met piping zien. En dan kan ik dat nog wel even meer toelichten. Maar hier ben ik ook mee. En dit is met S3 Nederland. Dit is ArcGIS Pro. De meesten hebben nog ArcGIS Desktop of ArcGIS. Dit wordt een nieuwe GIS-omgeving en die is echt 3D. En hierin hebben wij eigenlijk onze geklikte profielen een keer ingezet om eens een beeld te krijgen van, hey, krijgt dat nou meerwaarde? Je ziet dat dit gewoon een vlakdekkende kaart is, BGT, die wij eigenlijk met dezelfde hoogtebestand waar wij het geografisch profiel mee hebben gemaakt, de hoogte hebben gegeven. En in gebouwen hebben we ook een hoogte gegeven, want het zijn nou gewoon de bachvlakken. Dus krijgt wel meer inzicht in je data door de ruimtelijke component. Dit is een ander voorbeeldje, niet voor een ander ondergrondmodel van TNO.
En daarmee hebben ze eigenlijk ook in ArcGIS Pro, hebben ze eigenlijk in 3D ondergrondmodel laten zien. En is dit uiteindelijk misschien ook niet de weg die wij binnen het WBI met het SOS op moeten? Want het SOS heeft nog eigenlijk geen ruimtelijke component en had er misschien wel wat sterker in gemoeten. Nou, daar moeten we nog eens naar kijken van kan dat überhaupt en hoe ver kunnen we daar naar elkaar toekomen? Maar ik kan deze ook nog wel even delen, is hem wel leuk, want die kan je op je eigen systeem gewoon starten en kan je hem ook roteren en draaien en wel een mooi voorbeeldje. Dit is ook ArcGIS Pro? Dit is ook ArcGIS Pro. Dus je kan je vraagstuk ook een keer van de andere kant benaderen en biedt ook wel weer andere oplosrichtingen. Nog een voorbeeld, wij hebben gezegd die data die wij nodig hebben en die wij gaan verzamelen voor toetsen, die willen wij eigenlijk met onze hele organisatie delen. Dat moet niet bij die toetsen, want die wordt overspoeld aan ze met allerhande vragen vanuit projecten en vanuit de business. En wij delen dat nu al, en dit is een plaatje van vorige week, via GeoWeb. En je ziet hier onze toetsprofielen gewoon allemaal in liggen en onze informatie. En dat wordt steeds verder ingekleurd. Want hier komen aan ook de vakindeling, de resultaten van de faalmechanismes, de geklikte profielen, de gefjes komen hier gewoon in het GeoWeb ingetekend. Piping. Het faalmechanisme piping, ik denk dat ik hem even kijken, wat staat hier? Ja. Waar zijn we mee begonnen met piping is gewoon een handmatig sommetje maken. Hebben iedereen waarschijnlijk wel in de generale gemaakt en toen kwamen we tot de ontdekking, hé, we moeten wel heel veel gegevens invoeren om een sommetje te maken. Viel dat nog wel mee als je keek naar één sommetje, maar als je het ging combineren met het aantal bodem opbouwen, dan werd het al iets minder. En als je dan nog 300 locaties wou doorrekenen in een normtraject, dan werd dat een hele opgave. Hier heb ik de gegevens set, wat moet je onder andere? Je moet een HR-locatie kiezen waar die bij hoort. Gaat tegenwoordig in de nieuwe ringtoets al automatisch of kan je één selecteren, maar gaat makkelijker. Je moet iets vertellen over de dempingsfactor. Nou, dat is überhaupt nog wel een lastige discussie waar we in zitten, want die is wat moeilijk te bepalen, want die is afhankelijk van de locatie waar je hem kiest. Polderpijlen en je wil een in- en uitredenpunt hebben. Sommetjes gemaakt, meegekeken met die toetser en gekeken, hé, kunnen we dat ook niet op een andere manier en misschien meer vanuit GIS. Heeft Jordi van Noord-Holland een eerste aanzet gemaakt en dat heb ik gebouwd in een modelletje. En die wou ik jullie nu laten zien. Eigenlijk is dit het verhaal wat jullie direct gaan zien. Dat is eigenlijk zeggen wij... wij gaan in de eerste ronde gewoon met vakken van 100 meter delen. We gaan nog niet bepalen hoe groot onze vakken zijn. We hebben vakken van 100 meter en daar hebben we een profiel bij. Die is geklikt en die gebruiken we. Daarnaast hebben we dat geometrisch profiel nodig en dat SOS. Logisch. En moeten deze gegevens invoeren. En toen hadden wij bedacht van, hey, als we die gegevens nou in het GIS beheren, Dan kunnen we ze misschien sneller invoeren. Heel veel van die gegevens, de polderpijlen heeft ook een relatie met de polderpijlenkaart, die staat ook in GIS. Dus zou je dat ook op een andere manier kunnen doen, met misschien een model. En heb je misschien ook je herleidbaarheid, want je kan daar een aanname doen of kan daar iets bij vastleggen van hoe jij tot die keuzes bent gekomen. Vervolgens kan je vanuit het GIS je informatie in ringtoets zetten. En hoef je daar de gegevens niet meer met de hand in te voeren. Nou, dat laat ik direct zien. En vervolgens, in de toekomst gaat dat nog anders worden. Want ringtoets wordt ook zo aangepast dat het ASN automatisch kan. Zonder die FME-modelletje wat wij nu gebruiken. Maar dan krijg je wel een beetje beeld van hoe de dynamiek eruit gaat zien. En even kijken. Vervolgens kan je kijken naar je resultaten en kan je je vakindeling gaan bepalen. Zien, hey, dit is dezelfde, zou dit een vak kunnen wezen? Dan zou je je vakindeling aan kunnen passen en opnieuw in kunnen lezen in een ringtoets. Dan hoef je niet opnieuw te rekenen. Nou, dat wil ik even laten zien. Moet ik even schakelen?
vakindeling doet, ja, hoef je dat daar niet door te rekenen. Nee. Dat snap ik niet. Jij rekent de vakindeling bepaalt welke profielen jij bij elkaar tot één vak horen. En omdat je het vak aanpast, kan hij zelf weer bepalen welk profiel de resultaten bij hoort. Ja, oké. Okay, ja. En die resultaten blijven hetzelfde. Alleen de tellingen worden iets anders. Wat zie je hier? Een stukje van... Het is wat klein. Ik zei een stukje Nieuw-Friesland, maar dat mocht ik niet zeggen. Ik had van Noord-Holland geërfd. Eigenlijk een projectje, een demo-projectje, een stukje bij de Afsluitdijk in de kop van Noord-Holland. Wat zie je hier? Eigenlijk je toetslocaties, gewoon om de 100 meter. Je rode lijn, je normtraject, wat je erover ziet liggen. Profiellijnen heb ik er allemaal uitgelaten, is nu ook niet zo interessant. En wat heb ik vervolgens gedaan? Heb ik een mapje aangemaakt voor het faalmechanisme piping. Dan heb ik eigenlijk twee dingen ingezet. De locaties die ik door wil rekenen voor piping. En dat zijn eigenlijk alle locaties. En voor die locaties heb ik gegevens over, moet ik even kijken, want ik kan niet schuiven. mijn scherm is wat kleiner dan. Je ziet hier de dempingsfactor staan. Nou, hier staat er nog één. Die kan ik even niet laten zien. Maar zo heb ik de gegevens dus aan die locaties. Die faalmechanisme locaties neergezet. Datzelfde heb ik voor de polderpijlen gedaan. Voor de in- en uitredenpunt heb ik niet. Maar had ook op dezezelfde manier gekund. Die kan je op twee manieren invoeren. Je kan hem gewoon op een GIS manier invoeren. Met de attribuut editor. Maar je kan ook een modelletje maken. Want als je naar polderpijlen kijkt, wij hebben verschillende type poldergebieden. En ik ben maar waarschijnlijk op zoek naar één type pijl. Het laagste waarschijnlijk. Dus je wil afhankelijk van het type poldergebied, wil jij een ander informatie ophalen. Nou, daar kan je een modelletje van maken, maar die kan je hier wel aan koppelen. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben er een document aan gehangen van hoe wij onze eerste rekenronde doen. Nou is dit een verhaaltje wat ik in een half uurtje 's morgens een keer ingetypt heb. Maar dat zou een onderbouwend verhaal kunnen wijzen. Hoe ben ik aan mijn polderpijlen gekomen? Hoe heb ik mijn dempingsfactor bepaald? Wat is mijn aanname geweest voor de in- en uitredenpunt? En kan je dat eigenlijk voor al die locaties in één keer beschrijven? Het is vergrofd naar fijn. We gaan in één keer in eerste instantie al die locaties doorrekenen. En later gaan we wel kijken of er nog een tweede rekenronde nodig is. Of dat wij de verfijning binnen een ringtoets doen. Dus document eraan gekoppeld. Vervolgens hebben we die gegevens en hebben we binnen een ringtoets hebben we een project gemaakt. Traject 12-2. We hebben het SOS eraan gekoppeld, we hebben de HR-berekening gedaan en we hebben voor piping hebben we, hebben we de berekeningsscenario's klaargezet. He, dat is zo'n knopje, dan maakt hij die rekenscenario's aan de hand van de bodem opbouwen en je locatie zet hij klaar. En je ziet dat die gegevens nog niet goed ingevuld zijn, want hier staat nog niet een HR-punt. Waar hij dit weghaalt, weet ik niet. Het zal een standaardinstelling wezen, maar dat zijn de instellingen die erin staan. Waarschijnlijk bij alle locaties ook hetzelfde. En zo staat hij nu klaar. Nu was vervolgens de stap geweest bij normaal toetsen dat je dus per locatie, per bodemopbouw die gegevens in ging vullen. Die zevental gegevens. Wij hebben ze inmiddels in GIS gezet. Kost ook tijd, moeten we ook rekening mee houden, maar gaat wel iets sneller.
Wat hebben we gedaan? We hebben een modelletje gemaakt. Sorry dat die wat ingewikkeld is. Nee, modelletje die, wat doet hij? Hij leest dat GIS-bestand uit met die invoergegevens. En zegt vervolgens van, oh, die ga ik invoeren in de ringtoetsapplicatie. We kunnen op knopje draaien drukken. Even kijken, volgens mij is hij er. Ja. Even kijken, in 13,4 seconden heeft hij nu voor die, even kijken hoeveel locaties waren het, volgens mij een stuk of 100. Oh, ik kan het hier trouwens nog zien. Oh, hier staat hij, 183 locaties heeft hij nu gevuld. Als we vervolgens teruggaan. Even geduld. Ik heb geen Amazon server gereserveerd ergens. Nee, nog niet. Ik moet even mijn icoon zoeken. Ik open mijn project weer. Dan leest hij die XML-file in. Dat duurt even. Daar is hij. Als je nu naar piping toe gaat. Dan zie je ook dat hij een HR-locatie heeft gekozen. Hij heeft de dempingsfactor polderpijl ingevuld. De stochasten heeft hij erbij gezet. In een uittredenpunt stond nog niet in mijn modelletje. Maar die wordt aans ook mogelijk om op een soortgelijke manier in te zetten. En je kan eigenlijk op het knopje drukken alles berekenen. En hij rekent nu die 815 locaties, want het waren er 185 keer het aantal bodemopbouwen, rekent hij nu door. Je ziet dat hij nog wel een aantal keer fout gaat, maar het zit in de SOS zit nog een fout. Die heeft Jordi er wel uitgehaald, maar die heb ik er nog in zitten. Maar dan komen ze wel. Je ziet dat het nu eigenlijk heel vlot gaat. En door het verplaatsen van GIS en op een andere manier je informatie aanbieden, denk ik dat je winst gaat boeken. Nou, de volgende stap zou wezen van, je kan die resultaten terugzetten en je zou nu ook kunnen kijken naar je vakindeling en zeggen van, nu bied ik nog een keer een andere vakindeling aan. Zodat ik uiteindelijk het in de juiste, dat heb ik ook wel in het GIS-systeem gezet, want ik heb eigenlijk al rekening mee gehouden. Dat je met meerdere rekenrondes eigenlijk die informatie vastlegt. We werkten nu op rekenronde 1, ik kan hem op 2 zetten en dan kan ik bijvoorbeeld een tweede slag doen voor met aangescherpte aannames. Of misschien heb ik extra gegevens ingewonnen en zeggen van dan ga ik de tweede rekenslag doen. En dan ga ik kijken van hoeveel ik er dan... Uiteindelijk kom je niet op 0 uit. Maar dan hou je een heel klein groepje over waar je in detail nog eens binnen ringtoets misschien moet kijken om die op te pakken of op te lossen.
Even kijken, ja, de vorige slide was het nog even in. Dit was eigenlijk wat ik wou vertellen. Dus de aanpak van piping hebben we gezien, golfoplooprofielen, die gaan we nu vervolgens gebruiken in alifaalmechanismes. Dus naar die bekledingen gaan we kijken en ook aanbieden een ringtoets. Ik weet niet, zijn er vragen? De laatste toon die we gebruikt om de berekening te doen, dat is beschikbaar in ons? Dat FME-modelletje? Ja, FME-model. Die kan ik wel beschikbaar stellen, ja. Ze komen sowieso beschikbaar, maar dit is nog een proefversie geweest. Maar als je hem echt nu al wil hebben, kan. Ja. Ja. De locatie is toch, daar ben je met Marco Akkerman aan het kijken? Of, waar kan die toeltjes beschikbaar komen? Ja, we zijn aan het zoeken van hoe kunnen we toeltjes nu makkelijk delen. Ook nog wel iets breder van hoe kan je al die spullen nou makkelijk delen. Ook rekening houden met versiebeheer wat erop zit. En je wil eigenlijk dat jullie zelfs ergens weg kunnen halen, maar ook kunnen controleren van heb ik nog wel de laatste versie. Of misschien zelfs op de hoogte worden gebracht als er wijzigingen zijn. Want nu ligt het bij de waterschappen en ja, daar zijn we eigenlijk niet op ingericht. Want vandaag is het loket al dicht, want ik sta hier. Dus daar gaan we nog op zoek naar. Maar mail me als je denkt van ik heb het nu nodig of ik kan het niet vinden. En zodra er iets is, dan zal dat ook wel gecommuniceerd worden via kennis en kunde en andere platformen. Ja, met het waterschapshuis zijn we ook aan het kijken. Ja. Misschien kan ik dat wel eens kunnen faciliteren, misschien ja. Lijkt een logische plek. Misschien nog wel mooi inhaken, de kliktool is ook wel, daar ben jij nog mee bezig geweest. De kliktool die we nu gebruiken, die heeft Erik Vastenburg ooit gemaakt. Er zitten wel op een aantal beperkingen in. Hij is destijds ook erg gemaakt voor de regionale kering en daar zijn we nu ook mee bezig. Of is, ja, verwacht over 4 weken dat hij echt niet meer projectsoftware is, maar meer industriële software. Is dat een tegenhanger van projectsoftware? Ja, laten we het zo noemen. Ja. In ieder geval stabiele software. Ja. En dat zijn dit soort producten ook die wij maken. Het kan wezen dat het er helemaal niet komt. Dat we in gesprek met Deltares al een oplossing in de software hebben gezocht. Ik zeg ook altijd, maar het zijn tijdelijke oplossingen die wij aanbieden. Het kan je nu heel helpen en misschien voor deze toetsronde wel heel helpen. Maar we zijn wel aan het kijken waar hoort het echt thuis. Dat gesprek zijn. En dat loopt eigenlijk heel goed. Ja. En het helpt wel om een goed beeld te krijgen. Ja. De lied van Arik Gis zien, hè? Ook vanuit jouw Gis zeg maar. In hoeverre is dat nou al afkomstig uit DAMO 1.4, de laatste versie, al die WBI-parameters? Niet. Wij hebben geen DAMO. Wij staan op het. Gisteren waren we bij een bijeenkomst. Wij moeten nog een keuze maken. Ik weet nog niet wat het wordt, maar het wordt spannend. Ik ben bang dat DAMO niet wordt. Nee. Heb je daar veel invloed op? Ja. En eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Ik hou eigenlijk wel rekening, want wij zijn nu nog een Iris-waterschap, dat we die dingen die we neerzetten, die zijn heel goed tegen een DAMO-omgeving aan te gebruiken, maar ook tegen een ander product. Ja, weet ik niet welke kant DAMO precies opgaat met het WB van... onderzoekt van hoe koppelen we nu DAMO 1.4 aan WBI software. Ja. En daar steken alle waterschappen ook weer wat geld in om dat eens goed uit te laten zoeken. Ja. Ja, dat betekent wel dat je dan de voordelen van een DAMO gaat gebruiken. Ja. Ja, wees niet. Komen we in een andere discussie, want er zitten echt wel wat dingen waar ik zeg in DAMO dat moet echt anders. En dat staat helemaal los van het WBI.
En uiteindelijk moet het niet een discussie worden over welk datamodel we moeten hebben, maar hoe het werkproces eruit ziet. En uiteindelijk moet je meer over koppelvlakken gaan standaardiseren dan over datamodellen. Want het gaat over informatiestromen die moeten gaan lopen. En die moeten we generieker maken. Maar dat is een andere... Kan we nog wel eens over hebben? Ik denk dat het nu hier wel even niet... Natuurlijk ook het liefste de alle waterschappen met name gaan ja. werken, want dan hebben we eindelijk een keer een semantisch... Ja, maar beantwoord de vraag is eerlijk. De waterschappen die DAMO hebben, wat is dat? DAMO is dat je eigen datamodel. Want de meesten hebben dusdanig veel aanpassingen gemaakt dat je niet meer over DAMO mag spreken. Per object 80 kolommen in zitten waar we er 70 niet van gebruiken. Nee, maar... Dan krijg je zoiets weer. Maar ja, goed, dat is een discussie die we ja. gehad hebben. Die wil ja. DAMO voorkomen. Maar ik merk dat dat ook niet helemaal gaat lukken. Nee, dat denk ik niet, nee. Ja, nee. Wij zijn een heel braaf jongetje in de klas. We ja. doen heel netjes DAMO. Ja. Ik twijfel daar ook vaak aan. Ja. Omdat het gewoon aan alle kanten wringt, gewoon niet past. Ja. Nee, daar loop je mee. Daar moet je weg in zoeken. En natuurlijk, je moet je informatie kwijt. En tot hoever sluit je aan op het WBI? Dat is ook een vraag die je moet beantwoorden. Je kan ook zeggen, het WBI of de toetsing, inclusief ringtoetsen, is een eigen proces en die heeft een eigen dataopslag nodig. Want uiteindelijk, die gegevens waarmee je toetst, dat wordt procesgegevens. En dan kan je wel heel strak tegen je beheerregister aan zetten, maar hoe kan ik dan nog zien waar je mee getoetst hebt? Inmiddels kan de legger wel 3 keer veranderd wezen. Dus het zijn lastige vraagstukken. Nou, we gaan horen hoe iedereen daar ook rechtvaardig. Ja, ik was gewoon benieuwd hoe je erin stond. Ja. Nog andere vragen? Golfoprofiel, het schematiseren van het ding. Je gebruikt alle punten. Ik had uit die beschrijving gezien van ja, ik kan die dingen naar links schuiven, ik kan ze naar rechts schuiven, ik kan ze omhoog schuiven, alles mag, blijkbaar. Ja. Maar het is wel heel grof wat zij zeggen. Is het nodig om al die punten te gebruiken? Of kan ik gewoon zeggen van ik pak de karakteristieke punt alleen? Het plaatje was heel slecht te zien in mijn presentatie. Zal ik de stoel lichten hoe wij het aangepakt hebben? Hoe wij het tot, ja, nee, maar mijn vraag is meer van was het nodig om ze allemaal te gebruiken? Wij gebruiken ze niet allemaal. Maar toch niet, want je legt ze wel bij op elkaar. Nee, wij maken golfoplopprofiel, ik kan het hier wel even aan toelichten, met een minimaal aantal punten. Dus dan hebben we ook een minimaal aantal segmenten en dan hoeven we ook een minimaal aantal correcties uit te voeren, of mogelijke correctiepunten. En om te controleren van hoe goed onze vereenvoudiging is, gaan we het controleren met profiel met alle punten erin. En dat is dat plaatje. De vereenvoudiging die je bouwt, die doe je dus op basis ook van andere. Nee, dat was het proefje waar jij naar volgens mij dat Python script. dit gaat wat anders. Zal ik hem nog even toelichten? Hebben we nou nog, tot hoe lang heb ik nog? 5 minuten? Maar eerst 5 minuten uit, want dus ik blijf wel goed staan. Maar wat wij eigenlijk doen, dit zijn die grove stappen, dan krijg je een beetje idee van hoe dat golfoplopprofiel tot... Wij hebben gezegd, die informatie die uit de kliktool komt, die stoppen we hierin. Die zien hier ook aan de voorkant staan. 2 bestanden. Voor iedereen hetzelfde, elk waterschap die heeft die tool gebruikt, of AAS en de nieuwe tool, en die heeft die 2 bestanden tot zijn beschikking. Wat we vervolgens doen, is dat wij die 2 bestanden aan elkaar koppelen en netjes in het tabelletje neerzetten. Dat heet bij ons een datavoorbereiding, maar dat gebeurt er een beetje in hoofdlijn. En, als we dat hebben, dan hebben we gewoon een platte tabel met weer een X, Y, Z kolom en een hele lange lijst met coördinaten. Veel ingewikkelder is het niet. En wij weten in die coördinaten waar die karakteristieke punten zitten. En een van de dingen is die karakteristieke punten. Die jij geklikt hebt, die komt sowieso terug in het golfoplopprofiel. Want dat zijn je houvast ook voor de verschillende faalmechanismes en die moet je er niet uithalen.
Want misschien is hij wel niet dominant, maar dan kan je wel binnen de ringtoetssoftware een probleem krijgen dat dat karakteristieke punt niet op je golfoploopprofiel valt en dat hij dan zegt van dat klopt niet. Dus dat is, die houden we vast. Maar dat zijn er maar een stuk of 8. Want hij loopt maar tot de binnenkruin. Vervolgens gaan we naar de bekledingen kijken. En dat is gras, steen en asfalt. En dan halen we, dat zijn vlakken. Bij een aantal waterschappen 3D-vlakken, bij sommige waterschappen 2D-vlakken. Wij kijken eigenlijk alleen maar naar de 2D-informatie. Want de 3D die hebben we al, want die halen we uit de AN3. Uit het geometrisch profiel. Dus wij kijken naar waar snij je die bekledingvlakken nou dat golfoploopprofiel. Eigenlijk nog het gewone profiel, want er is nog niks gebeurd. Als je die doorsnijdingen weet, weet je ook welke profiellocaties, welke punten op welk bekledingsvlak leggen. En kan je ook iets zeggen over de ruwheid. De standaardruwheid, de ruwheid van de verschillende bekledingvlakken. Die zetten we erin. Ben je het daar later nog niet mee eens, kan je in de tool van Rob van Putten, met de user interface, kan je die ruwheden eventueel later aanpassen. Dus maar in de basis heb je daar een set staan. Wat we vervolgens doen is kijken uit een damlijnenbestand en een damwandlijnenbestand. Kijken we of er nog golfremmende objecten zitten in het profiel. Ik weet niet of Damo daar een laag voor heeft. Ik denk het niet. Kijk, ja? Voor de damwanden wel. De dammen, vraag ik me of dat... De havendammen zijn dat. Of die ook ja. Benoemd zijn. Ja, nou, maar... Dan moet je er zelf, of moet je een aanwijziging in Damo doen. Maar daar moet je iets voor vastleggen. Nou, we zien gewoon of er een doorsnijding is, weten we wat voor type dam het is. Want die moeten uiteindelijk in dat PRFL-bestandje staan. Daar staan ik kan het nu niet laten zien, maar er staat in van er is een damwand en wat voor type het is. Als we dat hebben... Gaan we zoeken waar die de HR-lijn doorsnijdt. Wij hebben al die HR-punten die je krijgt eigenlijk, hebben wij aan elkaar gekoppeld met een lijn. Waarvoor gebruiken we die lijn? Is om te kijken tot hoever ons voorland maximaal mag lopen. En wij zoeken gewoon naar de doorsnijding van die HR-lijn met ons profiel. Dat gebeurt met deze stap. Die bekledingsovergangspunten en die HR-punten, en die komen ook sowieso terug in het profiel. Dus die worden er niet door het algoritme uitgehaald. Vervolgens bepalen we de hoogste waarde in ons profiel, en die ligt tussen binnenkruin en buitenkruin, die wij meenemen voor dat imaginaire buitenkruinpunt. Die zoeken we gewoon op en die leggen we vast. En we bepalen met een heel eenvoudig algoritme hoe dat laatste tolut is. En nu is het gewoon doortrekken tot die setwaarde. Vervolgens worden de ruwheden, je weet die materiaalovergangen, dus kan je ruwheden toekennen. Vervolgens gaan wij over die segmentjes, dat zijn die kenmerkende profielpunten, die materiaalovergangpunten en die HR-punten, gaan we per segment kijken. Welke punten daar nog gewoon tussen liggen, gewone profielpunten, en welke we daar nog van willen houden. Dus we doen het niet in één keer over het profiel, maar we doen het per segment. En dan kan het wezen dat er 0 tussen zitten, want dan zijn die twee karakteristieke punten voldoende om het profiel te beschrijven. Het kan wezen dat er 1 of meerdere punten nog tussen komen. En die voegen we er eigenlijk aan toe. Dat is ook van is het nodig voor die berekening? Of is het zo dat Nou, wij hebben bij de regionale keringen hadden we het niet en dan hadden we wel af en toe dat we zeiden we moeten een tussenpunt tussen zetten. En je kan met die tool, met het optimaliseren, kan je met die, je kan hem ook op 20 centimeter zetten, dan vallen er nog veel meer punten uit. Daarmee kan je sturen hoeveel punten je wil hebben. Ja, okay. Maar je voorkomt de situatie als er echt een hele duidelijke knik tussen die twee punten in zit, dat je hem nog wel inziet. En dus wel in je golfoplopprofiel terugkrijgt. Welke marge moet je aanhouden? Voor die uitkomst. Nou, wij hebben nu technisch werkend en nu zijn we eigenlijk de parameters aan het tunen.
van moet er nou 10, 15 of 20 centimeter wezen of 5 centimeter. Okay. En dan krijg ik een beetje een idee van hoe groot die resultaten zijn. Okay. Wat we vervolgens doen is die taluthellingen berekenen per segment. Want die taluthelling moet tussen marges leggen en die, dat kan we gaan, gaan controleren. Vervolgens gaan we de hellingen corrigeren met de oplossingen die beschreven staan in de schematiseringshandleiding. Vervolgens doen we wat voorbereidende stappen om er een XML-file van te maken en gooien we de XML-file eruit. Nou, dit hele proces voor, hoeveel profielen hadden we erin, Jeroen? 200? Ja. Ja, nou, dat duurt ongeveer een kwartier. Dan heb je ze af en dan, komen er, en dan kan je ze dus inlezen en kan je ze nog visueel controleren en aanpassen in de user interface. We hebben bewust hier ook alles nog in RD laten staan, omdat wij uiteindelijk dat profiel ook terug willen zetten in GIS. Dus als je ziet die bestanden die eruit komen, die hebben ook GIS-coördinaten. Maar dat zijn de stappen eigenlijk hoe wij het... En ja, we zijn met een eenvoudig plaatje begonnen en toen een aantal keren... eerst zat Jeroen niet bij, later Jeroen erbij. Nou, dan kom je... Hé, we missen hier nog een bouwsteen. Nou, bouwsteen ertussen. En zo hebben we eerst dit plaatje goed gemaakt. Veel over gecommuniceerd. En vervolgens hebben we uiteindelijk die modellen gebouwd. Is nou de hoofdreden om dit allemaal te doen om richting 7... geschematiseerde punten te komen. Is daar, je zei net dat jullie hebben onderzocht of dat optimaal genoeg is. Ja. Heeft dat te maken met de data handling? Want waarom is 20 niet beter en kun je rekentoetsen niet net nou, zo goed? Eén vraag staat nog open, er is een maximum aan een aantal profielpunten. Maar is die gekozen omdat het rekenprogramma niet aan kan? Nee, daar kan het rekenprogramma kan het niet aan. Oké, okay, maar dus de volgende versie zou je dat wel kunnen, dus ook... Ja, maar daar moet ringtoetsen moet dat aanpassen. Maar zo zie je, die trend zie je wel in datalanden natuurlijk, dat die rekensoftware die kan nu nog ja, een maximaal aantal punten in een profiel doorrekenen in ringtoets. Ja. Maar ook bij de volgende toetsronde krijgen we een zwaardere ringversie en dan mag je alle punten erin zetten. Ja, maar dan haal je dat ene bouwblokje eruit en dan heb je alle punten. Dan haal je peukeralgoritme eruit. Dat is één stapje, hè? Eens een bouwsteen eruit en dan heb je alle punten erin. En jullie zijn nu wel aan het kennen van zijn die 7 punten voldoende en is dat... maakt nog veel uit of ik er 7 of 12 van kan. Ja, daar zijn we nu aan het technisch zijn we aan het testen. Daarna gaat Rivierenland en nog andere waterschappen die wouden wel functioneel testen. Gaan we ook wat breder uitzetten om uiteindelijk zo goed mogelijk inrichtingen. Maar dat is dan gericht op van krijg je nog steeds wel maakt het veel uit voor je uiteindelijke stabiliteitsfactor. Ja. Nou ja, komen er nog steeds de resultaten uit die je verwacht en altijd behouden die resultaten. Ja. En je kan ze ook te optimistisch maken en dat hij alles goedkeurt en in werkelijkheid eigenlijk niet. Ja. Dus, nee, maar dat wordt nog gedaan. Ja. Oké, Marcel, Luc, zijn nog mee? Ja.